Met de passie voor bewustwording deelde mensenrechtenactivist Joey Lansdorf in een interview zijn visie op de cruciale rol van zelfacceptatie en de noodzaak van steun binnen de LGBTQ-gemeenschap. Lansdorfs boodschap is een oproep voor meer begrip en rechtvaardigheid met de nadruk op inclusie en respect voor diversiteit. We moeten werken naar een samenleving waarin diversiteit wordt omarmd en mensen zich vrij kunnen voelen om te zijn wie ze zijn, zonder angst voor afwijzing. Men leert wat ze willen leren, want er zijn andere complexere vraagstukken, complexere begrippen waar mensen zich wel in willen verdiepen. Toch? Dus ik zeg van, als je het wil leren of als je het wilt weten, dan is het niet zo iets moeilijks als rocket science. Je kan gewoon googlen en je vindt alle begrippen even nalezen en je weet wat ze eigenlijk allemaal betekenen. Nou, ik denk dat we meer moeten bezig zijn met awareness, wat we nu al doen, gewoon door blijven doen, maar natuurlijk ook eigenlijk vanuit de schoolbanken, de jongeren op een age-appropriate manier leren van, hey, er kan een man zijn die bijvoorbeeld verliefd wordt op een man of een vrouw die verliefd wordt op een vrouw. En natuurlijk ook over alle aspecten van seks. Wat we eigenlijk nu al doen, comprehensive sexuality education. En natuurlijk als we zeggen op school, dan bedoelen we elke klas is er natuurlijk een appropriate voor die klas. Ja. Toch? We gaan een kind van 5 jaar bijvoorbeeld niet gaan bombarderen met weet je, een condooms en et cetera. Maar we leren over hygiëne tijdens als je opgroeit, dat dit heeft ook te maken met je seksualiteit. En hoe verder je gaat, hoe meer je leert over dit soort zaken. Waardoor men ziet dat het wel iets is dat er bestaat en je kan er eigenlijk niet onderuit. Joey gaf een oproep tot solidariteit en eenheid waarbij hij herinnerde aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een wereld te bouwen waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.